Vandaag is het onderwerp hoofdstellen aan de beurt. Ik heb weer mijn grote vriend Joris als paspaard gepakt, omdat ik hem natuurlijk goed ken. En voor hoofdstellen passen is het ook wel prettig dat je overal aan zijn hoofd kan komen. Dat hij niet al te gevoelig is op de oren en dat hij dat allemaal goed vindt dat ik hem daar aanraak. Vooral als je wat ontwikkeling doet met hoofdstellen. En dan mag hij ook nog blijven staan. Dit is zijn vroegere hoofdstel. Inmiddels is hij dus 30 en ik rij hem al minimaal 5 jaar niet meer. Ik heb heel veel hoofdstellen gemaakt. Van een hoge neusriem tot aansnoerneusriem. Lage neusriem, gecombineerd, Mexicaans. Maar eigenlijk, als het vooral om hem betreft, had ik er altijd moeite mee van wat zat hem nou eigenlijk lekker. Nou, met dit soort hoofdstel kan ik goed laten zien waar ik tegenaan liep. Nou, ik had al wel snel dat ik uitgesneden oren mij een stuk beter liep. Vond, maar dan had ik eigenlijk toch weer net iets een strak frontriem. Ik vond het erg lastig om dan goed te bepalen langs die jukbenen dat hij weer lekker zat. Heel vaak heeft hij een heel onrustige mond en heeft hij heel vaak zijn mond open. En dacht ik, nou dan moet er een sperriem aan. Ik heb het speciaal met een apart lusje gedaan dat ik kon kiezen. Maar dan zie je eigenlijk al door de tijd heen dat ik dat toch steeds weer strakker maakte, waardoor het ook weer ging kantelen. Ja, en dan komt het ook weer niet lekker te zitten. Dus eigenlijk ben ik wat, natuurlijk ook in combinatie met bitfitters wat meer gaan, en paardentandartsen trouwens ook, wat meer gaan verdiepen van waar lopen nou precies eigenlijk de zenuwen. Hier kun je het eigenlijk ook wel zien, hè, dat het gespje eigenlijk weer te lang is en het loopt over elkaar heen. Hier heb ik bijvoorbeeld nog een aansnoerneusriem. Aansnoerneusriem zegt het eigenlijk al, het is om aan te snoeren. Maar eigenlijk ook is dat niet altijd de oplossing voor het probleem als een paard wat onrustig in de mond is. Het geeft natuurlijk wel wat meer stabiliteit, maar eigenlijk doet het niet zo heel veel meer. Wel heb ik hier de neusriem inmiddels over het kopstuk heen liggen. Dat heb ik hier nog niet. Maar ik maakte ook al een aantal jaar kaptooms. En deze kaptoom heeft dus al eigenlijk een knikje erin zitten, waardoor het al met al wat vriendelijker achter dat jukbeen bleef liggen en hier ook wat vrijer achter de oren. En op dat idee van de kaptoom, want die werkte gewoon heel goed, ben ik wat gaan doorbeduren om daar ook een hoofdstel van te maken. Ik heb Kiki van Oosterzee gevraagd om daar wat over te vertellen, maar met name ook even goed de punten te benoemen wat belangrijk is bij het hoofdstel passen, ook als je dat zelf thuis doet, om eens te controleren van zijn alle zenuwpunten, wat Kiki zo meteen gaat aanwijzen, wel goed vrij en heb ik wel een comfortabel hoofdstel voor mijn paard. Mijn naam is dus Kiki van Oosterzee. Naast Sados hou ik me ook bezig met hoofdstellen en bitten en ik wil jullie graag even laten zien waarom ik het schuttenhoofdstel zo mooi vind. Hij bestaat dus uit één geheel. Hij is mooi anatomisch gevormd om het oor heen. Volg mooi de schelp van het oor, dus hij drukt daar niet in. En zit ook de halswervels niet in de weg. Valt er precies mooi dus tussen. De frontriem is niet te strak, dus trekt het geheel niet naar voren. Dat komt ook door de kaakriem. Die het hoofdstel hier, zie je, dit riempje meer naar achter houdt. Waardoor die hier de riempjes vrijer komen te liggen, wat losser van elkaar. De gesp zit ook dus niet bij het kaakgewicht, wat het paard daar dus niet kan irriteren. Dan gaan we verder naar haar neusriem, die zit er dus vrij bijzonder uit. Dit is dus een middelhoge neusriem, zit dus tussen laag en hoog in. Waarom kan dat heel comfortabel zijn voor een paard? Dat heeft te maken met de zenuwen. Ongeveer ter hoogte van het jukbeen, vandaar de twee vingers onder de jukbeenregel, zit een gat in het schedel waar zenuwen uitkomen. En dat geldt ook voor hier ongeveer, waar de sperring normaal gesproken vaak zit. En zoals je ziet, zit deze neusriem daar dus heel ver vandaan. Dus paarden die extreem gevoelig daarop zijn, reageren vaak heel goed op deze neusriem. Ik wil jullie ook even vanaf de voorkant laten zien waarom ik de ligging van deze neusriem zo mooi vind, ten opzichte van het neusbot. De neusbot van het paard loopt smaller. Dus dat kun je hier zien. Hij is vrij breed, maar dan wordt hij steeds smaller, smaller, smaller. En ook steeds dunner, dunner, dunner. Deze neusriem ligt precies net boven die overgang van het breed naar smal. Dus ook voor de drukverdeling is dat heel prettig. Nou, al met al wat dus Kiki zojuist heeft opgezomd, wil ik nog even benadrukken dat het voor mij inderdaad ook belangrijk was. Dat het kopstuk uit één stuk bestaat. Dat betekent dat de gespjes zowel links als aan de rechterzijde zitten. Dus niet meer één riempje met één gespje zoals een keelriem. Maar aan beide zijden dus gelijk verstelbaar. Dat altijd het kopstuk ook in het midden blijft liggen.
Ik heb er wel een iets anatomisch frontriem gedaan, dat het niet zo gaat afsteken. Het staat alleen, niet alleen mooi, maar het voegt ook beter. De bakstukken zijn nog iets breder, 16 mm, in plaats van wat smaller. Zodat het daar ook weer gewoon het stabieler ligt en de druk weer goed verdeeld wordt in een breed kopstuk. En ja, het allerbelangrijkste is in plaats van dus een keelriem, een kaakriem. Wat het allemaal wat stabieler op zijn plek houdt, zonder dat je daar veel druk of kracht op de riempjes hoeft te zetten. Het blijft dus mooi, rustig, stabiel liggen, ook al zet je dus druk op het bit. Bit en het bakstuk hangt dus ook gewoon los. En eigenlijk heb ik gemerkt dat de mensen hier heel prettig mee rijden. En dat je dus inderdaad geen sperriem nodig heeft of geen aansnoorneusriem. Dat het een heel goed functionerend iets is. Eigenlijk heel basic. We hebben nu net laten zien hoe een hoofdstel past. Zowel jij hebt even de punten benoemd en ik even ook laten zien waar ik tegenaan liep in het maken daarvan. Maar ik wil toch nog even graag van jou horen in de praktijk wat belangrijke aanwijzingen zijn voor een ruiter om toch ook met het hoofdstel of het bit aan de slag te gaan en iemand erbij te halen zoals jij. Dat is een hele goede vraag. In eerste instantie moet je kijken naar bijvoorbeeld lichamelijke ongemakken. Als je denkt van nou, er ontstaan inderdaad wondjes, dus bijvoorbeeld van de gesp die tegen de kaakvricht aan zit. Weet je, dat zijn allemaal signalen van dat je sowieso natuurlijk actie moet ondernemen. Dat is dus heel belangrijk. Dat is qua hoofdstel technisch aan de buitenkant van het hoofd. Natuurlijk geldt ook als je wondjes krijgt aan de binnenkant van het hoofd, mond. Dan is het zo dat dat kan komen door bijvoorbeeld die scherpe kiezen. En als je dan je hoofdstel daar neerlegt, dat je dan daardoor en aantrekt, dat je daardoor wondjes kunnen ontstaan, is dus ook belangrijk om de tanden zo goed naar te laten. En een strak kopstuk bijvoorbeeld die niet goed past, wat zijn daar de... Ja, nou, kijk inderdaad dan maar naar een cap. Als die te strak om jouw eigen hoofd zit, dan kun je hoofdpijn krijgen. Dat is voor een paard precies hetzelfde. Er lopen heel veel zenuwen natuurlijk in dat gebied. Dus het is ook gewoon fijn als dat gewoon prettig zit. Ja. Daarnaast kunnen door als een hoofdstel niet comfortabel zit, aanleidingsproblemen ontstaan. Ja. Denk aan, gewoon even voorbeelden, van met het hoofd schudden of geen verbinding willen pakken in... Mm-hmm. In de hand. Ook gesperde kantelen, mond misschien. Ook gesperde mond, tong eruit. Weet je, dat zijn dingen van dat zou kunnen komen natuurlijk door een hoofdstel of een bit wat minder goed past. Kunnen natuurlijk ook zijn dat het andere lichamelijke ongemakken zijn. Dus dat zijn altijd dingen waarvan je moet kijken van waarmee sluit je dat uit. Ja, precies. Gewoon even alles onderzoeken, het hele harnassement eigenlijk. En dan kijken waar je paard komt. Maar ik denk dat dat... wel belangrijk is dat we dat in het oog houden, dat naast het zadel en de singel het hoofdstel en het bit niet vergeten wordt. Dankjewel. Nee, dat denk ik ook heel belangrijk is. Ja. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie ook wat betreft de hoofdstellen weer wat hebben opgestoken waar je goed op moet letten wat betreft de drukpunten en de knelpunten en juist bepaalde punten moet ontzien. Bedankt Kiki voor je hulp hierin en graag tot de volgende keer.